Twee klappers in één weekend voor PSV. Op de transfermarkt hapte de club toe en haalde spits Luc de Jong en middenvelder Guus Stil binnen. Hoe is het? Goed, maat. Ja, goed. De Jong komt weer terug op het oude nest na een uitstap in de Spaanse competitie bij Sevilla en Barcelona. Mooi shirtje bij geven. Yes. Ik heb hem al gezien dat hij goed staat. Dus, De Jong speelde tussen 2014 en 2019 al voor PSV en was in die periode succesvol met vele doelpunten. De club wilde hem weer terughalen dus. Uiteindelijk kwam PSV rond met Sevilla en de aanvaller moest eerst nog medisch gekeurd worden. Rechts, links, rechts, onder. De andere aanwinst, Guus Stil, kwam meer onverwacht. De middenvelder speelde afgelopen seizoen in het shirt van Feyenoord, maar werd verhuurd door Spartak Moskou. PSV moest dus met de Russen om tafel in tijden van oorlog, maar de clubs kwamen eruit. Til is blij met de overstap. Ik was natuurlijk meteen geïnteresseerd. Het sportieve plaatje en de stap in mijn carrière, denk ik dat het heel aantrekkelijk was. Ook met de stabiliteit. Ik bedoel, ik word gekocht. Ik ga voor 4 jaar tekenen. Dus dat was voor mij ook heel belangrijk met het oog op wat er in Oekraïne aan de hand is. Til werd afgelopen seizoen topscorer van Feyenoord. En ook in Eindhoven heeft hij die ambitie. Scoren? Ja, ik denk dat ik een scorende middenvelder ben. En dat ik het daarvoor moet hebben. Til tekent voor 4 seizoenen, De Jong voor 3. Samen zouden de spelers de club zo'n 6 tot 7 miljoen euro kosten.